Als je in Word voor het maken van een nieuw document een schabloon wilt gebruiken, heb je daarvoor twee manieren. De standaard manier van Microsoft is tabbladbestand, je kiest voor nieuw, je gaat naar mijn schablonen, je zoekt de schabloon op die je wilt gebruiken en klikt op OK. Hij begint dan een nieuw document op basis van die schabloon. Bestand. Sluiten. Een tweede manier is dat je in Word iets laat maken, waardoor je hier aan de bovenkant in de werkbalk snelle toegang voor elk van de schablonen die je vaak wilt gebruiken een apart knopje maakt. Zou ik nu een nieuwe brief willen maken, dan hoef ik alleen maar dit knopje aan te wijzen en ik krijg direct een nieuwe brief. Dat is natuurlijk een stuk sneller.